Zal ik het proberen dan? Dan kan jij twerk. Hi, wat tof dat je weer kijkt. Max en ik hebben het afgelopen jaar natuurlijk in New York gewoond. De meesten die mij al langer volgen, die weten dat. En wat je altijd in New York kan doen, zijn van die city tours. Waarbij je bijvoorbeeld langs de plekken gaat waar Sex and the City is opgenomen. Of langs van die huizen waar de celebrities wonen. Van die georganiseerde tours. Star tours. Ja, nou leek het ons dus super leuk om daar ook iets mee te bedenken in Nederland. En een soort van zelfbedachte tour te maken langs famous YouTuber Nederland. Om daadwerkelijk ook op die plekken te komen, mochten wij een auto van Nissan lenen. Namelijk de nieuwe Nissan Micra. Doet doet! En na een beetje voorbereiding gaan wij dus morgenochtend op pad. Nu al zin aan. Goedemorgen. Nou, we gaan dus van start. Ik heb er zin in. Ik ben nog wel een beetje slaperig, moet ik zeggen. Maar ja, dat gebeurt. Let op. 3, 2, 1. God. Yes. Wij zijn onderweg naar Nijmegen, want dat is de locatie van een van de belangrijkste YouTube-video's van dit jaar. Ik denk wel misschien de best bekeken video van het jaar al. Grote kans dat je hem dus ook hebt gezien. Het is de video waarin Tim Hofman zijn kaak brak. Omdat hij geslagen werd door een makelaar tijdens het opnemen van zijn Boos-aflevering. Sowieso check Boos als je toffe YouTube-televisie wil kijken. Tim Hofman neemt het daarin op voor mensen die zich genaaid voelden. En in dit geval was het een student bij wie het huis nogal een puinhoop was. En Tim kwam even verhaal halen en dat vond de beste man... Dat heeft hij geweten. Ja, dat vond de beste man niet zo leuk. En die ging er nogal fysiek op in. We zijn een hele vechtpartij met een hele kudde mensen, toch? Ja, precies. Oké, okay, let's go! Oké, okay, we are here! Dit is dus de plek waar Tim Hofman klappen kreeg. Hier op uw links ziet u de deur waar men naar binnen ging en ook met gebalde vuist weer uit werd geslagen. Hier op uw rechts ziet u het pad dat zij namen om zichzelf te verdedigen. Ik zeg, laten we eens even naar de deur gaan kijken. Ik vind het toch bijzonder om hier te zijn, hoor. Mag ik nu naar huis? Nee. Want we gaan nog wat doen. Nu heb ik natuurlijk niet Tim Hofman of een andere knappe man bij me. Maar nu lijkt het me toch wel erg leuk om de situatie even na te spelen. Dus, Max. Ik heb bokshandschoenen en misschien nog wel belangrijker, een pitje. Fijn dat je aan me denkt. Ik weet het. Ja. Are you sure? Je moet niet zo'n grote mond hebben, joh. Oké. Okay. Ik dacht de eerste keer al. Oké. Doetie. Harder. Harder! Nee! Dit is echt zo raar! Harder! Nee! Harder! Dat zei Tim ook niet! Harder! Oké. Okay. Oh, dit is echt helemaal niet leuk om te doen. Het voelt wel realistisch, toch dit? Oh, sorry. Alright, next! Ik denk dat ik me nu wel redelijk als Tim heb gevoeld. Nee, trouwens, jij hebt je als Tim gevoeld. Maar dan minder sexy. Ja, op naar de volgende locatie. Daar zijn we aangekomen bij de volgende stop. Restaurant Little V in Den Haag. Het yes. Is het favoriete restaurant van Masha en Gregor. Ik doe dit veel. Maar je bent dan ook een echte tourguide. Als tourguide doe ik dit veel met mijn handen. Grappig verhaal. We zijn hier al een keer geweest met Masha en Gregor. En toen kwamen wij om 7 uur aan, zonder een reservering. Dus wij zeggen van, heb je een tafel voor 4? Toen was het, nee, moeilijk, half 10. Die man deed heel hard zijn best om niet te lachen. Ja, half 10 misschien heb ik iets voor je. Oké. Komen Masha en Gregor aangelopen. Zo, komen ze gewoon als mensen, gewoon op het plein zo aanlopen, zo. Daar, ja. Daar. Masha had een paarse broek aan. Heel nice. Gregor had ook een broek aan. Zij komen aangelopen. Die man van het restaurant ziet dat. Dit restaurant? Ja. En die zegt... Oh, zijn jullie
tafel? Wil je die tafel? Is dit goed genoeg? Is dit goed genoeg? Is dit goed? Nou, ineens was het niet meer 9:30. En zaten we op de beste plek, ja. Midden in het restaurant. Dan voelde ik me wel even een base citizen. Dat was wel, maar dat echt. Confronterend. YouTube fame, man. En net als vorige keer, hebben wij nu ook geen reservering gemaakt. Is er geen enkele plek voor ons. Dus wij druipen gewoon weer lekker af met de staart tussen de benen. Ja. Op naar de volgende plek. Volgende keer TV. Ik ben nog steeds teleurgesteld over de Little V. Ja. Gelukkig zijn wij goed voorbereid en hebben wij lekker Hollandse zelfbelegde boterhammen mee. Joepie. Marietje, wat hebben we erop? Broodje ei of broodje kaas? Ja, doe maar die maar. Die, ja. Helemaal aan het proosten met een broodje, dat slaat helemaal nergens op. Dat ga je niet doen ook, wees maar. Bijna net zo fijn als Little V. Inmiddels zijn we aangekomen op de plek waar de clipshoot van Rompompom heeft plaatsgevonden. Oh, die ken ik! Wacht! Wel heel urban hier voor dat nummer. Oké, iets ander Rompompom nummer. Namelijk die van Daryl en met onder andere Keizer, maar ook Nessim van Supergaande. Oh. En wij gaan eens even kijken of we ook wat street credits kunnen opdoen hier. Ze draagt geen jockey en ook geen string. Broek is zo tight, ze past er net in. Ze wijn op maar laat je nou een big man zing. Ze schudt op die rhythm, noem de dancehall queen. Wanneer ze het draait, wil iedereen het zien. Waar zijn we? Nou, inmiddels zijn we weer terug in Amsterdam en staan we voor de Hortus Botanicus. Hey. Dit is een belangrijke plek voor Sonny Verhoeven en haar Jorg. Want midden in deze tuin bij Hortus Botanicus werd zij ten huwelijk gevraagd. Super romantisch natuurlijk. Huh? Nou, op naar de volgende locatie dan maar. Hallo? 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 Wacht! Oké, ik heb mijn telefoon met de auto verbonden. Dus nu kan ik vet goed. Yo! Fijn dat ik nu zo loopzuiver mijn oor ingeblazen krijg. Genieten dit. How was your week, Adam? Oké, wij zijn aangekomen bij de allerlaatste locatie van deze tour, namelijk de Amsterdam Arena. Daar is hij. Want een van de meest succesvolle meet and greets was natuurlijk van Enzo Knol en die heeft het in de Amsterdam Arena gedaan. Dus leek het ons een geweldig plan om ook onze eerste meet and greet hier op deze speciale plek te organiseren. We hebben toiletten geregeld, we hebben merchandise, we hebben kazoeplees, uiteraard. Dus laat die mensen nu maar komen. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze er al een beetje zou zijn. Jij hebt het bekendgemaakt, toch? Ja, ik heb het op mijn Instagram gezet. Ja. Dude, jij hebt 14 volgers op Instagram. Nou, wij hebben een superleuke dag gehad. Zo zie je maar wat je allemaal niet kan beleven in eigen land. Ja, en we verwachten het niet. Maar mocht je deze YouTube tour nou ook zelf willen doen, vind je alle adressen in de omschrijving. Bedankt Nissan voor het lenen van de auto. En jullie bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye bye. En zo naar Team Kaas of Lee.